Een spanband met een ratel losmaken. Hoe doe je dat wanneer die band vastgevreten zit in de ratel? In deze video laat ik je zien dat het ook kan zonder meteen het mes erin te zetten. Blijf erom vooral kijken. Let op, aan het eind van deze video heb ik nog weer een praktische tip, zodat jij de vakman wordt die jij wilt zijn. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boltrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan de aanhanger zit. Trailerplus.nl. Wanneer je aankomt met je aanhanger op de plek van bestemming en je wilt de spanband losmaken, dan kan dat soms wel eens wat frustratie geven wanneer dat niet zomaar gaat. Soms zit die ratel zo strak vast dat hij gewoon niet handig lost. Hoe je dat precies doet, dat laat ik je zien in deze video. Want zeker wanneer je wat aangebrand bent, moe, gefrustreerd en dat ding werkt dan niet mee, dan is de kans en het risico groot dat je geneigd bent om het mes erin te zetten. Ja, en dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. En mijn vraag voor deze week is dan ook, heb jij wel eens een spanband doorgesneden uit frustratie? Laat het me weten in de reacties, want jullie reageren altijd goed op de video's. Ik haal daar heel veel inspiratie uit voor de nieuwe video en ik heb daarmee weer onderwerpen om video's over te maken. Dus zo helpen we elkaar daarmee. Ik ga ervan uit dat je ongeveer weet hoe de ratel werkt, hoe je hem ontgrendelt. Hè, dat je de handgreep naar boven doet. Dat doe je door deze pal aan te trekken. Doe je hem naar boven. En wat nu? Hij ontspant niet, hij zit vast. Op de een of andere manier werkt het niet, zit er te veel band op of ja, zeg het maar. Je krijgt de band niet ontspannen. Wat ga je dan doen? Je houdt de ratel in de ontspanstand, dus je trekt de blokkeerpal eraf, een beetje doorduwen tot het niet verder kan. En dan komt de grote truc. Zorg dat je een schroevendraaier bij de hand hebt. Want wanneer je een schroevendraaier hebt of een andere pen, iets waarmee je wat kracht kan zetten, wat toch een beetje stevig is, zodat je de blokkeerpal met de schroevendraaier naar beneden kan doen. En je steekt dan de schroevendraaier hier in de ratel. Precies in dat gat. Dat gat is daar speciaal voor. Daar steek je de schroevendraaier in. Ondertussen hou je met de andere hand de ratel licht op spanning. Dus je doet de schroevendraaier erin. De ratel hou je goed vast zodat je niet weg kan springen. Want er zit behoorlijk wat spanning in de band. En dan duw je de vergrendelpal naar beneden. Tegelijkertijd duw je de ratel wat aan. Dan voel je dat de spanning daaruit gaat en let op, pats! Dan is hij los. En wanneer je nu de ratel aantrekt, dan zal je ook zien dat de band makkelijk uit de ratel te nemen is. Je kan hem losmaken en de band wegnemen en je bent weer klaar om je lading van de aanhanger te halen. Zorg wel dat je met de handen bij de ratel vandaan blijft met het losmaken. Want dit is natuurlijk gevaarlijk scherp. Je kan daar zomaar je bezeren vingers tussen krijgen. En dat is iets wat je niet moet willen. En wil je nou weten hoe zo'n ratel werkt, bekijk dan even de video die je in het scherm ziet. Want daarin laat ik zien hoe je de band invoert en hoe dat allemaal gaat, hoe dat werkt, hoe je dat goed en veilig kan doen. Vergeet niet om deze video nog even een duimpje omhoog te geven. Abonneer op het kanaal, tik het belletje aan voor een automatische melding bij weer een nieuwe video. En dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Hoi!